Hoi allemaal, het is vandaag weer tijd voor een eerste indruk video. Een soort van nieuwe manier om te reviewen. Is een eerste indruk. Of misschien bij crèmes en zo zal ik het wel, zeg maar, ga ik dan eerst wat langer testen. Maar bij make-up zie je toch wel bij je eerste indruk vrij snel of je iets fijn vindt of niet. En vandaag heb ik een fijne budget variant om te testen. En dit is het Catrice Prime & Fine Professional Contouring Palet. Geen idee of dit er al lang is of niet. Ik gebruikte al heel lang deze. De L'Oreal Glam Bronze. En dit is degene voor de lichtste kleur, volgens mij. 101. Ja, voor de blonde variant. Kijk, en ik heb redelijk pen geraakt. En ik wilde eigenlijk weer terug overstappen naar mijn Body Shop Honey Bronze. Love it. Maar het leek me ook wel eens leuk om iets nieuws te proberen. En iets minder brons, maar iets meer contour. Omdat dat eigenlijk is wat ik er ook heel erg mee doe. Ik doe het eigenlijk allebei een beetje. En toen zag ik deze van Catrice. En dit is Ashy Radiance. En dat is nou precies waar ik naar zocht. Een assige kleur. Omdat dat natuurlijk echt schaduw is. En brons is meer brons. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon een keer proberen. En hier zit ook een highlighter bij. Dus die gaan we ook meteen testen. Maar het is me vooral te doen om deze. Ik ben heel benieuwd. Er staat verder niet zoveel spannend. Dat het gewoon voor sculpting is. En dit is dus de lichtste variant. 010 Ashy Radiance. Dus laten we beginnen. Ik heb mijn basis al gedaan. En ook oogschaduw en wenkbrauwen en dat soort dingen. Nu ga ik even nog afpoederen. En dat doe ik met de Hourglass Ambient Lightening Powder in Dim Light. En dat doe ik zodat straks alles beter, zeg maar, mooier hecht. En ik contour eigenlijk altijd met dit kwastje van Essence. Natuurlijk totaal niet bedoeld om mee te contouren. Maar ik vind het gewoon heel erg fijn. Maar ik weet niet of ik het ook fijn vind met dit poeder. Maar we gaan het gewoon proberen. Spiegeltje erbij. Hop. Doe ik er even in, anders kan ik het niet zien. Dus ik ga gewoon beginnen. Een beetje kwast erin. Ik heb geen idee. Oké. Nou, de kleur is wel echt redelijk perfect voor mij. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Ik moet natuurlijk nog blenden, maar nou, dit ziet er super natuurlijk uit. Zal ik de andere kant laten zien. Geen en wel. Nou, we gaan gewoon even door. Ik doe eerst even één helft. Dan kunnen we het een beetje goed vergelijken. En ik maak dan altijd een drietje of een E. Het is maar hoe je het ziet. En waarom ik zo'n grote kwast gebruik, is omdat ik het mooier vind als het geen harde lijnen zijn. Maar misschien dat ik wel, ik heb een mooi contourkwastje van Real Techniques. Dus misschien dat ik die toch maar eens uit de kast moet halen. Maar nou, ik moet zeggen, nou, je ziet wel een verschil, toch? Alleen om nou te zeggen super ashy, nee, dat zeker niet. Maar ook weer niet zo oranje als de gemiddelde bronzer. Daar heb ik meestal niet hele oranje kleurige bronzers, maar ik zal hem even ter vergelijking ernaast houden. Ik weet een beetje, misschien dat je dan een beetje kan zien. Zie je, het is wel echt assiger dan dit. Dus in die zin. Dat Glam Bronze paletje heeft trouwens ook een highlighter erin, maar die vind ik niet zo heel erg fijn. Het enige is dat ik nu merk dat het met zo'n assige kleur, dat het eigenlijk inderdaad wel mooier is om zo'n klein kwastje te gebruiken. Omdat het nu ook heel erg op mijn wang gaat zitten. En met bronzer is dat wel mooi. Maar hierbij vraag ik me dat af of dat nou een goed idee is. Maar je ziet wel echt vorm versus geen vorm, toch? Nou, gaan we nu ook de andere kant doen. Volgens mij is het duidelijk dat het werkt. Pigment is goed. Het is fijn zacht poeder. Vind ik ook dat wel heel belangrijk. En het is helemaal niet zo dat als je kwast erin doet, dat er meteen zo'n hele poef aan poeder uitkomt. Dus het is wel mooi compact. Kijk ondertussen in het schermpje als mijn spiegel. Ik gebruik nu eigenlijk hetzelfde als mijn bronzer, merk ik. Nou, ik ben hier echt wel heel erg over te spreken.
Het ziet er, nou, ik laat het nog even van dichtbij zien. Helemaal niet, want dat vind ik soms met sommige poeders dat het er een beetje modderig uit gaat zien. Maar dat vind ik helemaal niet. Het ziet er heel natuurlijk uit. Ik moet wel een kleinere kwast gaan gebruiken. Ik denk dat dat wel mooier is. Maar het is verder, ja, het contourt heel netjes. Ja. En dat voor een fijne budget variant. Ik geloof dat die rond de 4 euro was, weet ik niet helemaal zeker. Laten we gewoon doorgaan met de highlighter. Normaal doe ik eerst blush, maar om even het effect van de highlighter goed te kunnen zien, gaan we gewoon eerst de highlighter doen. En daarvoor gebruik ik deze fan brush van Real Techniques. Misschien zal ik ze nog even swatchen ook. Is ook wel leuk, hè, Karin? Ja. Kijk, hier zie je de twee kleuren. Dus inderdaad wel redelijk assig. En de highlighter ziet er wel heel erg gepigmenteerd uit. Nou, kan je niet heel goed zien. Ziet er wel vrij licht uit voor mijn huid, moet ik zeggen. Zo'n lichte huid heb ik nou weer niet. Of je het een beetje kunnen zien, highlighter versus geen highlighter. Ja, je ziet het wel, hè? Maar hij is wel echt een beetje aan de lichte kant voor mij. En het is niet, ik hou wel echt, als ik highlighter doe, mag het gewoon echt glow all the way. En dat is dit niet. Ik ga een beetje extra doen, kijken of dat nog iets doet. Ik denk voor de hele lichte huidjes dat die heel mooi is. Maar voor mij vind ik hem net iets te wittig. Dus je het een beetje goed kunt zien. Nou, ik ga nu ook de andere kant doen. Ja, het is wel mooi, maar dit is zeg maar mijn huid op zijn lichtst in de winter. En dan denk ik, nou, dit wordt helemaal niks. Het is echt denk ik wel een hele fijne highlighter voor lichte huidjes. Echt lichte huidjes. Ik probeer het een beetje te laten zien, maar het is lastig. Dan is het tijd voor blush. Ik gebruik de L'Oreal Le Blush in Rosy Cheeks. En ik heb trouwens mijn nagels niet gelakt, want ik ben weer zo'n co-kuurtje aan het doen van een week. Want ze vielen echt uit elkaar. En dat komt natuurlijk ook, ik heb buikgriep gehad en zo. Dat is echt nooit heel erg fijn voor de nagels en alles. Alles wat vitamine nodig heeft. Huid, haar, überhaupt je hele gestel. Misschien dat je in de verte nieuws hoort. Sorry trouwens ook voor de zooi achter me. Maar het is nu zondag, nu ik dit film. En dan is het altijd wasdag. Dus dan gaat alles in de was. Dus dan ben ik mijn matrasje aan het luchten. En nou, is het gewoon een beetje een rommeltje. Lipkleurtje erbij. Ik gebruik de Stradivarius lipstick in Rosewood Pink, nummertje 3. Dat is deze kleur. Ik had expres mijn haar even vast gedaan, zodat je het goed kan zien. Mijn blush heeft ook glans, dus nu moet ik zeggen dat het wel echt glow is. Ja, ik ben er eigenlijk wel over te spreken. Over de Catrice Prime and Fine Professional Contouring. Pigmentatie, prima. Het poeder is, nou ja, ik zal het nog een keertje laten zien. Maar het is een heel fijn, zacht poeder. De highlighter super wit. Dus die zou ik echt niet voor de lichtste huidjes aanraden. Maar niet veel donkerder dan dat. Tenzij je er echt van houdt natuurlijk. Dat kan ook. Maar ik vind deze wel echt prima voor dit bedrag. Ik heb namelijk gekeken bij Essence, Rimmel. Eigenlijk alles wat ze bij het kruidvat hebben. Behalve Mua. Want ik was bij een andere kruidvat waar ze dat niet hadden. Volgens mij, dat is de enige volgens mij die ik niet heb gezien. Het was niet een hele grote kruidvat. Dus ik moet zeggen dat ze niet alles hadden. Ook niet het hele assortiment. Ik zag nog wel die Maybelline Contouring Sticks, waar ik ook nog wel heel benieuwd naar ben. Maar die waren dan weer een stuk duurder. En deze was heel betaalbaar. En toen dacht ik, dit is de enige die ik echt wel redelijk assig vond. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel over spreken. Ik vind het effect heel natuurlijk, mooi en
ja, ik hoop dat jullie deze eerste indrukvideo leuk vonden. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ja, ik zie jullie snel. Doeg!